Het is misschien ook wel opgevallen dat als u naar deze Amerikaanse beelden kijkt en ook de wedstrijden in de afgelopen seizoenen. Eurosport heeft dat nou gedurende 4 seizoenen op de beeldbuis gebracht. Die scheidsrechters hebben het allemaal ontzettend makkelijk. Amerikaanse spelers kunnen makkelijk een beslissing van de leidsman accepteren. In tegenstelling tot de Europeanen of de Zuid-Amerikanen die dat ook steeds meer hebben geïntroduceerd om aan te protesteren bij elke beslissing die de scheidsrechter maakt. Heel jammer, heel vervelend en niemand vindt dat prettig. Nou is dat protesteren eigenlijk en dat commentaar leveren tegen de scheidsrechter van alle tijden. Ja, en dit is weer die Martinez. Die heeft de onhebbelijke gewoonte om telkens, als ik aan het woord ben, om te scoren. Dat moet hij niet te vaak doen, die vriend. Maar het lijkt erop dat hij zijn zin heeft, hoor. Ik zei tegen u dat die scheidsrechters het hier makkelijk hebben. Maar dat protesteren en het kanker op de scheidsrechter eigenlijk van alle dag is. Waar er vroeger een hele aparte scheidsrechter in Nederland, die heette Frans Derks. Die had altijd een heel kort broekje aan, zodat zijn mooie gebruinde benen goed tot uiting kwamen. En die had ook altijd een beetje ruzie met Van Hanegem. Die kon ook zo zeuren in een wedstrijd en die had altijd wat aan te merken op de scheidsrechters. En voor de wedstrijd zegt die Frans Derks tegen die Van Hanegem, een fantastische voetballer. En nou wil ik je vandaag niet meer horen kankeren. En toen die scheidsrechter een paar verkeerde beslissingen nam, volgens Van Hanegem dan, begon hij deze te zuigen door steeds te zeggen, ja, ik mag niks zeggen. Over dat laatste verhaal wat ik u vertelde, komt uit een van die boekjes van Hart Gras. Dat las ik, vond altijd leuk, want die Van Hanegem kon zo zuigen en ook zo droog tegen iemand zeggen, ja, ik mag niets zeggen. Maar toch daarmee duidelijkmakend dat hij het weer helemaal niet eens was met die beslissing van de scheidsrechter. Dat was een voortreffelijke scheidsrechter, die Derks. Maar je accepteerde vroeger toch wel iets meer. Het waren eigenlijk de grote namen die dan regelmatig tegen zo'n scheidsrechter nog wel iets zeiden. Maar het was allemaal wel kinderspel. Die scheidsrechters die waren veel langmoediger dan tegenwoordig. Spelers konden je dan zeker als aanvaller door midden schoppen. Dan werd er met een vingertje omhoog duidelijk tegen je verteld dat je dat niet mist doet. Maar een gele kaart werd zelden gegeven of je moet het wel erg bond hebben gemaakt. Elke goede aanvaller, zeg maar in de 70, 80, 90 jaren, zou het nu een feest hebben gevonden om met die strenge regels nu als aanvaller binnen de lijnen te mogen staan. Ook een verschil met voorheen was dat in deze tijd de keepers allemaal bewierookt worden. Als ze een bal gewoon wegstompen of met twee handen wegstompen. Terwijl in mijn tijd, we willen niet te veel over zeuren, hadden we dus keepers van formaat als Tony van Leeuwen, Pieter Schraafland, Frans de Munkel nog eens weer daar ver voor. En nog een paar van die fantastische keepers die elke bal gewoon klem in hun handen moesten hebben. Die kregen van de trainer ontzettend op hun donder als ze een bal niet klem hielden. Dan zijn dus altijd hete kroketten. U heeft in ieder geval gekeken naar de eerste 45 minuten van Atlanta tegen Toronto. Met een ruststand van 1-0 voor de thuisploeg.